Rotterdam, die Heek Airport. Hier ga ik vandaag leren hoe ik moet marshallen. Dat is met die bordjes de vliegtuigen binnenhalen. Hallo. Goedemorgen. Hoi, ik ben Marlies Hartink. Hoi, Marta Nouweneek. Dus jij gaat mij leren marshallen vandaag? Ik ga jou leren marshallen vandaag. Oké. Okay. Moeilijk om te leren? Nou, het begin is even lastig, maar daarna dan... daarna is het goed te doen. Kom verder. Ja, dus ik mag de hele dag met Martijn op stap. Mag rechts plaatsnemen? Yes. Nou, ik denk die Martijn... Die schop ik mijn hangar niet uit. Kijk. Nou, we gaan nu naar de plek waar we eigenlijk al onze marshallers voor het eerst laten oefenen. Dat doen we met de bus. Oké, en wat moet ik dan precies? Die bus komt dadelijk op mij afrijden, alsof het een vliegtuig is wat net geland is. Ja, je staat dadelijk in de lengterichting van de plek waar jij hem wil parkeren. Die bordjes die staan dan ook, zeg maar, hè, als die dus zo komt te staan, hangen de bordjes in de lengterichting van waar die moet gaan staan. Ja. Als jij wil dat die naar jou gaat luisteren, dan hef je eerst het eerste bordje op. Dan het tweede erbij. Die sluit dus open, hè, zodat hij dus goed kan zien de beide kanten van het bordje. En het teken om te beginnen is simpelweg naar beneden en naar boven. Ja. Naar beneden en naar boven. Dus dan doe ik zo, rechts. Yes, de tweede. Link. En naar beneden en naar boven. Maakt het naar nog wat uit hoe snel ik dat en naar doe? Boven. Hoe sneller hij gaat, okay. hoe langzamer hij gaat. Okay. Nou, dit is nog wel te doen, Martijn. Dit is vind nog, ik goed ja, te doen. Dit is nog goed te doen. Nou, dit kon ik. Maar ja, toen moest ik nog leren hoe ik dat die bus en later dan dus ook een vliegtuig de bocht om moest laten gaan. En ook hoe ik hem moest laten stoppen. Ook niet onbelangrijk natuurlijk. Nou. Daar gaan we weer. 1, 2, naar beneden, boven, nog een keer naar beneden. Nog een stukje rechtdoor. Heel klein stukje nog. En geef die bocht maar aan. En de andere doorlaat eraan, ja. Heb je nooit dat je ineens moet niezen of zo en dat je dan die bordjes niet goed doet? Ja. Automatisme. Ja. Hoe was het nou weer dat stoppen? Naar buiten. Naar buiten. En naar binnen. Yes. Perfect. Anja, wil jij van mij de baanverlichting even aanzetten alsjeblieft? Gaan we doen. Dankjewel. Gaat nou een baancontrole doen? Ja. Wat is dat? Een baancontrole is eigenlijk heel letterlijk de controle van de landings- dan wel startbaan. Maar we kijken in ieder geval altijd naar of alle verlichting het nog wel doet. Er dus niks op de baan ligt, want geloof me, ik heb al heel veel vreemde dingen gevonden op de baan. Oh ja, wat dan? Ik heb zelfs baniebakken, vissen, dat soort dingen heb ik allemaal wel eens een keer gevonden. Ja, je zou denken van joh, hoe kan dat hier in godsnaam? Maar dat die zijn, als je bijvoorbeeld een vogel hebt die schrikt of die zit ergens van te eten en die schrikt ergens van en die laat per ongeluk zijn vis vallen in de lucht en die komt hier op de baan terecht, ja. Kijk, dat kan wel gevaarlijk zijn. Een vis kan in principe kan dat heel gevaarlijk zijn voor een vliegtuig. We gaan op Charlie 3 parkeren. Dit is de Charlie inrijlijn, de Charlie taxilijn, net hoe je het zien wil. Dit is ook wat de piloten dadelijk zien en wat jij gaat aangeven, wat zij moeten doen. En dan is ongeveer dit het punt waarop die moet stilstaan. Zo, hè? Perfect, zo. Ik vind het wel spannend. Ja, ja, kan me voorstellen. Dus ik begin met die, weet je wel, met dit en dan zo dat naar beneden doen, dan begin ik als die daar is. Als die daar de bocht om is. Als die bij het Transavia is en maar ervoor rijdt, dan dat is het punt dat we hem gaan oppakken. Oké. Ja? Je blijft er wel bij, hè? Ik blijf er absoluut bij.
Nou ja, nog één keertje geoefend en toen kwam die er echt aan. De Cityjet uit Londen van 11:30 en ik moest hem gaan binnenhalen. Ja, hij draait bijna de lijn op, dus wees er klaar voor. Oké, pak hem maar op. Naar beneden, boven, beneden, boven. Oké. Eén keer naar beneden en naar boven. En geef de bocht maar aan. Juist, perfect. Gaat goed. Zeker. Armen voor je, naar je toe. Ja, naar beneden, naar boven. Enzovoort, ga door. Ga door. En stop maar. Perfect. Nou. Hoe ging het? Ja. Ga maar. Goed wel, toch? Ja, ja, ik vond het goed aan eigenlijk. Hij staat perfect recht en eigenlijk op de momenten dat... ik heb natuurlijk wel een beetje geholpen, maar eigenlijk alle tekens gingen eigenlijk vanzelf. Dus ja. Perfect. Nou, ik vond het echt super kicken. Nou, goed hartstikke om te horen. Bedankt. Graag gedaan. En wees welkom. Ja, dankjewel.